Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. Omdat intentie een energie is die leven geeft aan al het andere, dus ook aan al je acties. Als jouw intentie niet vanuit je ziel komt, en je kan zeggen, dus als je intentie niet zuiver is, dan gaat het al het andere beïnvloeden. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met niemand minder dan Baptiste du Pape. Natuurlijk heel bekend filmmaker van The Power of the Heart, maar zeker ook niet minder zijn boeken Leer Manifesteren, zoals Oprah Winfrey, J.K. Rowling. Ja, ik ben echt super vereerd dat hij hier is, een manifestatiekoning. Ja, en gewoon een ontzettend mooi mens, dus dankbaar dat je er bent. Ja, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Ik ben blij om je eindelijk live te ontmoeten. Ja, wederzijds, dat is super fijn. Ik stel eigenlijk altijd de vraag, wat is holistisch leven voor jou? Nou, holistisch leven is voor mij leven vanuit het hart. Hè. Leven vanuit het hart betekent dat je begrijpt dat het hart eigenlijk de zetel van de ziel is. Het hart is voor mij de poort naar onze werkelijke identiteit. En dat is de ziel. Dus dat zou het voor mij zijn. Leven, holistisch leven, leven vanuit het hart, leven vanuit de ziel, leven vanuit je werkelijke identiteit. Ja, wie je werkelijk bent. Ja. Voelde je dat als kind al? Ja, ik denk dat we dat allemaal als kind voelen. Alleen op een gegeven moment door de sociale conditionering en door het onderwijs en door de focus van de maatschappij en het onderwijs op allerlei lineaire, logische, rationele zaken, raak je die connectie kwijt. Ja. Ja, ja. Ja. En hoe ben jij er weer in gekomen? Hoe heb jij die connectie weer teruggevonden naar je hart? Nou, ik denk dat het bij dat als je kijkt naar zeg maar ons systeem en ons onderwijs, dan is dat eigenlijk erop gericht om met name de connectie met het hoofd te maken. Ja. Alleen, het hoofd is eigenlijk min of meer een interface voor de ziel. En ik had altijd het gevoel dat er iets niet klopte. Ik merkte dat mijn intuïtie en mijn creativiteit altijd meer de kern raakte van wat er aan de hand was in mijn leven en veel dichter bij de waarheid zaten dan alles wat met het hoofd te maken had. Dus ik vroeg mij ook af, waarom wordt er zo weinig aandacht besteed in ons onderwijs aan intuïtie, aan de ziel, aan de connectie met je hogere zelf, je werkelijke ik. Dus ik denk dat ik altijd wel het gevoel had dat er iets niet klopte. En dat is natuurlijk een proces waar je in zit, maar als je contact maakt met die energie, en dat gebeurt door het leven zelf, dan ga je steeds weer op zoek naar die energie. Ja. Mark Nepo zegt, follow your aliveness, dus volg datgene wat je tot leven brengt. Die energie is een intelligentie. En natuurlijk had ik ook niet de woorden, de tools en de inzichten die ik nu heb, maar er was wel een energie die telkens weer zei van, ga het onderzoeken. Hmm. En ik merkte dat als ik daarvan afweek, dat ik zal niet zeggen depressie ervaarde, maar wel meer donkerheid, afgescheidenheid. En ik merkte dat als ik weer op dat pad ging en op dat onderzoek uitging, dat ik meer energie ging voelen en voelde alsof ik energetisch aan het thuiskomen was. Hmm. En dat thuiskomen, wanneer was die eerste ervaring dat je dat zo voelde? Nou, ik had het heel erg, want ik vond het als kind heel erg leuk om te tekenen. Dan voelde ik het. Ik heb ook nog een tijd intensief muziek gemaakt. Ik heb zelfs nog een platencontract gehad bij Universal Records. En ook een top 40 hitje gehad. Ik heb ook nog Dat heb ik meegekregen via Giel. Ja. En ook voor andere artiesten geschreven. Ja. Ik merkte dat als ik dus alles wat met het rechterbrein te maken had, als ik dat aan het doen was, dat ik veel meer in een flow zat. Ja. En ik dacht, ja, die flow is ook een intelligentie. Dus het zijn allerlei momenten waarin ik niet in contact was met het lineaire, met de mind, maar juist met het creatieve gedeelte van mij. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek geweest van, dit float, het gaat zo vanzelf, dit is zo fijn.
Ik was eigenlijk op zoek naar die flow altijd. Ja. Ja. Onbewust in eerste instantie. Nu doe ik dat bewust. Ja, ja. Nu heel bewust. Want je hebt een prachtig boek natuurlijk weer uitgebracht. Leer manifesteren zoals Oprah Winfrey, J.K. Rowling. We hadden het al over Anita natuurlijk. Ja. Eigenlijk ook al enorm veel heeft meegemaakt. Want dat is net zoals de power of jouw hart. Hè, wat je omschrijft ook. Is echt door jou heen gaan werken. Het universum werkte door jou heen. Zeker ook bij dit boek. Ik heb dit boek 5-6 jaar geleden al geschreven. Toen woonde ik in Amerika. Ik heb van 2014 tot en met 2017 eigenlijk mijn tijd grotendeels, niet constant, maar wel grotendeels in Amerika. Bij Gary toch? Ik heb 2 jaar bij Gary gewoond, maar dat was zelfs voor 2000. Was daar nog voor? Dat is dan praten we 2012, 2013, 2014. Mm-hmm. Want toen was ik in de productie van The Power of the Heart. Ik heb eigenlijk van 2009 tot 2014 Power of the Heart geproduceerd. Ja. En in die 5 jaar was het hoofdkwartier Amsterdam, maar ook 2,5 jaar Amerika. Ja. Omdat heel veel productie in Amerika gedaan was. En omdat natuurlijk heel veel van de mensen die ik geïnterviewd heb daar woonden. En ik heb toen onder andere Gary Zukav geïnterviewd, de auteur van The Seed of the Soul. Nou, The Seed of the Soul in het Nederlands, de zetel van de ziel. Ja. Is het lievelingsboek van Oprah other than the Bible, zegt ze altijd. Ja. En niemand heeft meer shows met Oprah gedaan als Gary en ook nog Celine Dion. Maar Gary en Celine Dion staan op eenzame hoogte qua Oprah shows die ze hebben mogen doen. Maar toen ik Gary interviewde voor The Power of the Heart, en dat was bij hem thuis in Ashland, Oregon. Mm-hmm. Toen was er meteen een connectie en toen zei hij van ja, je kan ook hier aan het script werken, want ik zat toen nog echt in de scriptfase met interviews en nog niet in de productie van hem, want het is een film waarin we dus mensen interviewen, maar de verhalen van de sprekers die worden eigenlijk versterkt door drama. Maar daar zat ik dus nog niet en hij zei ja, waarom kom je niet hier zitten, want ja, bijna al je werk is in Amerika. En ik zat toen in L.A. En hij woonde, en dus L.A. is in Californië en hij woonde in Oregon, dus dat is eigenlijk de next state. Dus ik dacht, nou ja, ik kan ook bij hem gaan zitten. En ja, dat was eigenlijk fantastisch, want hij heeft natuurlijk een enorm netwerk. En hij kon ook deuren voor mij openen, die ik natuurlijk zelf als jongen uit Europa niet kon openen. Ja. Plus, hij is natuurlijk een native speaker en hij kon me ook heel erg helpen op het scriptniveau om alles naar een hoger niveau te tillen. Maar ook de boeken? Dus ook jouw nieuwe boek? Ja, bij dit boek heeft hij mij ook geholpen, want wij zaten toen, ik woonde toen bij hem toen ik ermee bezig was. En hij is natuurlijk heel erg goed bevriend met Oprah. Ja. Dus hij kon mij ook dingen vertellen over Oprah, die hij alleen wist. Want hij is een van de grote spirituele leraren van Oprah. Ik denk samen met Maya Angelou zijn zij wel de twee meest invloedrijke personen in Oprah's leven. Kijk, Gary's achtergrond is heel erg interessant. Hij komt uit Kansas, uit een klein dorpje. En hij was de eerste die een scholarship voor Harvard kreeg. Wat in Amerika echt wel een big deal is. Dus het hele dorp ging dat vieren. Ja. En hij ging naar Harvard toe. Maar hij had dus ook allerlei problemen. En het grootste probleem, daar heeft hij uitgebreid over gesproken in verschillende opera-shows, was zijn seksverslaving. Ja, dat heb ik. Een heel lang verhaal, maar die seksverslaving stond eigenlijk voor de disconnectie van zijn ziel. Ja. Dus hij voelde die leegheid en het moest dan opgevuld worden met seks. Ja. En op een gegeven moment kreeg hij het idee, toen was hij al afgestudeerd, om een boek te schrijven over quantum physics. En dat werd een roman en dat boek, de titel was The Dancing Woolly Masters. Mm-hmm. En daarvoor moest hij dus allerlei professoren op Stanford interviewen, want hij woonde toen in San Francisco. En hij merkte dat wanneer hij met dat boek bezig was en research aan het doen was, had hij geen last van zijn seksverslaving. En dat was eigenlijk voor hem de stap naar de volgende fase van quantum physics, naar de ziel. Ja. En toen heeft hij op basis van zijn ervaringen bij het schrijven van Dancing Woolly Masters, is hij De Zetel van de Ziel gaan schrijven, waarin hij zegt dat er een energie is. En dat is de ziel. En wanneer onze persoonlijkheid die energie gaat dienen, dan gaat ons leven stromen en ervaren we synchroniciteit en zitten we op het pad waarvoor we hier zijn. Ja. En hij heeft Oprah het boek gelezen? Mijn boek? Ja. Nou, dus ik heb het oorspronkelijk in het Engels geschreven, alleen is het nog niet in het Engels uitgebracht. Dat zal later dit jaar wel gebeuren. Mm-hmm. Daar zijn we mee bezig. Maar Oprah heeft het nog niet gelezen en J.K. Rowling ook niet. Gewoon vanwege het feit dat het nog niet in het Engels beschikbaar is. En ik vermoed ook dat wanneer het uitkomt in het Engels, dat ze een van hun
nou ja, mensen dat eerst laten lezen ja. en dan daarna dat ze zelf gaan lezen. Ik denk niet dat ze in eerste instantie zelf zullen nee. lezen, nee. maar als het goed is, zouden ze eventueel wel nieuwsgierig kunnen zijn. Ja, ja heel mooi. Ja. Ja, want het is een ontzettend inspirerend boek. Ik heb hem nou ja, op de e-reader mee. Zo fijn om me niet alles meer fysiek vast te houden. Want nou ja, ik heb inderdaad, ja, ik was gewoon lekker aan het lezen natuurlijk. Je hebt het voor verschillende stappen. Misschien wil je me even meenemen, of de lezers die nog niet, of de luisteraars die nog niet hebben gelezen, meenemen in de stappen waar je beschrijft. Rond. Nou, de eerste stap is denk ik de belangrijkste stap. En dan beginnen we dus, hadden we het net ook over voordat we de ja. podcast begonnen, was Anita Morjani natuurlijk, ja. dat je moet erkennen dat je een ziel bent. Ja. Nou, korte klap, hoe kan je erkennen dat je een ziel bent? Ik weet niet of jij ooit een dierbaar overleden gezien hebt. Ja. En dan zie je daar dat lichaam liggen, maar het leven wat daarin zat is verdwenen. Is weg. Dus ja. het omhulsel is er nog wel, maar niet ja. het leven. Ja. En wat je dan dus ervaart is, wacht even, dat lichaam is een soort van jasje. Maar ja. dat is niet die persoon. Want de ziel die in die persoon zat, dat was de werkelijke identiteit. Ja. En op het moment dat je dat begint te begrijpen, dan kan je die eerste stap zetten van oké, ik ben werkelijk een ziel en niet het lichaam. Ja, heel mooi. Ja, ja ik heb dat ervaren met ja. mijn opa, heb ik mogen verzorgen. En hij stond daar, zeg maar, achter mij. Dus zijn lichaam lag daar. Ja. Maar echt, vergeet je niet dat, mooie lijn? Ja, ja. Dat was ik zo aan het schoon. Maar het was wel heel bijzonder ook om dus dat zo te voelen. En zelfs mijn dochter, die merkte dat ook al. Maar opa is er toch nog gewoon. Die loopt hier toch. Ja. Dus ook, dat is eigenlijk iets wat heel natuurlijk zou mogen zijn. Die eerste stap. Maar wat mensen natuurlijk door allerlei identificaties en ego-patronen en alles eigenlijk vergeten wie ze werkelijk zijn. En nou ja, jij neemt ze dus ook in dit boek onder andere weer mee naar hun thuis, naar hun essentie. Dus dat is stap 1. Dat is stap 1. En de tweede stap, en ik nogmaals, ik ken ze niet uit mijn hoofd, behalve dan dat ik ze allemaal wel doorloop en ja. met elkaar, hè, ze lopen in elkaar over. Maar de tweede stap is te erkennen dat je ziel niet passief is, ja. maar dat je ziel intenties heeft. Het is niet zo dat je ziel zegt, oké, ik ben hier en ik heb geen plannen. Nee, de ziel heeft intenties. Ja. Alleen wat er heel vaak gebeurt, en dat is ook het spel waar we natuurlijk voor komen, is dat we een persoonlijkheid hebben. En mijn persoonlijkheid, ik had een paar keuzes. Het was geneeskunde, economie of rechten. Nou, uiteindelijk is het rechten geworden, want ik dacht, nou, dat is het meest algemeen. Maar dat is natuurlijk door omgeving en door familie en allerlei dingen die jou vormen. Maar dat is allemaal wel op basis van de persoonlijkheid. Mijn persoonlijkheid wilde partner worden bij een groot kantoor op de Zuidas. Ja. Maar mijn ziel zei, nee, we gaan andere dingen doen. Ja. Film maken, bouw het harder. We gaan boeken schrijven en we gaan daarmee aan de slag. Alleen, dus op het moment dat de persoonlijkheid dit wil en de ziel wil dat, dan heb je dus een innerlijk conflict. Ja. En wat gebeurt er dan als je de hele tijd die persoonlijkheid blijft volgen, maar die ziel wil daar naartoe, dan ga je dus sabotage ervaren. Ja, want je kan het allemaal wel, ja, ik moet partner worden en belangrijk. Maar die ziel zegt, nee, we hebben hele andere plannen. Dus dan word je zo afgescheiden van je ziel, dat je dus ergens op een gegeven moment of in een burn-out komt, of je rijdt tegen een muur op. Ja. Maar je leven valt uit elkaar en je komt in een crisis terecht. Ja. Je moet die ziel volgen. Waarom? Omdat dat je werkelijke ik is. Dat is. Je gaat dan tegen de flow van het leven in. Ja. Snap je? Zo herkenbaar. Ja, wij moeten met de flow van het leven meegaan. Maar onze hele maatschappij is daar niet op ingericht. Nee. Ik ben een hoge hotelschool gaan doen. Bedrijfsleven ingegaan. Ja. Ik kreeg een onwijs heftig, ernstig auto-ongeluk. Maar echt iemand vroeg letterlijk, wat komt er op jou? Wat zou er nu op je grafsteen staan? Dus dat was ook een cadeau om weer terug te gaan naar mijn ziel. Net zoals mijn scheiding. Ik denk dat dat ook juist dit boek van jou ook kan helpen om anders naar grote negatieve live events te kijken. Omdat het eigenlijk gewoon is, hey, dus de ziel en dat wat je ego wil, daar zit dus discrepantie tussen. En vind het weer in jezelf en dat resoneren. Want als ik kijk, ik weet nog wel 16, toen was ik bij een paranormaal therapeut en die zei, maar jij gaat een heel groot opleidingsinstituut krijgen. Ja, dag. Superfaal angst, kan nog zoveel issues om uit te werken. Maar alles ging er dus tegen in. Dus ook dat je ziet dat de ziel heeft iets, is iets met jou van plan, hè? Of de ziel, of het zijn, het universum, wat gewoon door jou heen gewerkt gaat worden. En dat heb je te volgen. Tuurlijk, maar dat is wel eng. Is super eng. Weet je waarom het zo eng is? Omdat we daar helemaal geen tools voor krijgen. Ja. Ik zeg altijd deze, en die vind ik wel heel sterk.
als je op een boot op een rivier zit en je bent de persoonlijkheid of de mind, dan zie je alleen maar de eerstvolgende bocht. Ja, ja. Maar wanneer je dus die ziel bent, dan energetisch kan je de hele rivier zien van de bron naar de zee. Ja. Dus de ziel weet het hele traject. Ja. De ziel kan alle, hij kan connect the dots. Ja, alleen ja. Jouw hoofd vertrouwt daar niet op, omdat het daar helemaal geen vaardigheden voor heeft om daarop te vertrouwen. En je kan daar dus alleen maar op leren vertrouwen door constant te experimenteren. Telkens als je een keuze moet maken, kan je kijken naar alle voor- en nadelen. Je kan vanuit het hoofd alles tegen elkaar afwegen. Maar het is ook belangrijk, hoe voelt het? Hoe voelt het als ik links ga? Hoe voelt het als ik rechts ga? Die energie die we hebben, is een intelligentie. Ja. En dat kan je alleen maar leren. En dat kan, daar kan je alleen maar op leren vertrouwen door daarmee te experimenteren. Ja. Ja. Want we hebben een innerlijke GPS. Maar daar moeten we contact mee maken. Ja, en zo voelt het ook. Voor mij is dat, ik weet niet hoe dat voor mensen thuis is, dus luister ook, wat is jouw manier? Maar ik merk ook, voor mij zit dat echt in een stap terug. Ja. Terwijl de mind of het ego wil juist actie, die wil juist weer grip krijgen en controle. En dat echt gaat over die stap terug om weer echt te kunnen voelen, maar wat is dan nu de bedoeling? Super eng. Nou, super. Ja. Ik weet niet of je bekend bent met het werk van Abraham Hicks. Ja. Die zegt altijd, get back into the vortex en dan wordt alles opgelost. In principe klopt dat, want de vortex zou je ook kunnen zeggen source energy of je ziel. Maar telkens als je daar contact mee maakt, dan komen de inzichten en de ondersteunende elementen komen naar je toe. Ja. Maar je moet wel eerst terug naar die ziel. Want stel nou dat je heel erg weg bent van je ziel, dan ga je dus vanuit die disconnectie allerlei dingen doen. En dat werkt altijd averechts. Je moet eerst weer contact maken met je bron. Dus energetische afstemming zou onze nummer 1 prioriteit moeten zijn. Ja. Veel belangrijker dan geld, kennis, wat dan ook. Wij zijn zelf al bron, energie, source. En 99% van onze tijd zou erop moeten gericht zijn dat we daar goed op afgestemd zijn. Ja. En dan floot ons leven. Ja. Ja, het is zo herkenbaar en zo fijn met gelijkgestemden te praten. En jij zegt ook iets heel moois. Intentie is de oorzaak en het gevolg. Ja. Altijd. Want we hadden het nu eigenlijk over stap 2. Hè? Je had het over intentie. Kun je die uitleggen? Ja, dus Gary Zukav noemt het authentic power. Authentic power is dus wat ik net zei, wanneer de persoonlijkheid, de energie van de ziel gaat dienen. Ja. En wat ga je dan zien, wat we net ook al zeiden, is dat de ziel dus intenties heeft. Maar de intentie is veel belangrijker dan de acties. En wat bedoel ik daarmee? Oprah zegt dat eigenlijk in navolging van Gary. Intention is the golden rule on steroids. Wanneer mensen bij haar solliciteren, vragen ze altijd, wat is je intentie? Omdat intentie een energie is die leven geeft aan al het andere, dus ook aan al je acties. Als jouw intentie niet vanuit je ziel komt, en je kan zeggen, ja, dus als je intentie niet zuiver is, dan gaat het al het andere beïnvloeden. Ja. Daarom is het heel erg belangrijk meer dan op actie gericht te zijn, op intentie gericht te zijn. Want intentie, zonder dat je actie onderneemt, zet al heel veel dingen in beweging. Je hebt bijvoorbeeld de intentie om vanuit je ziel iemand in te interviewen. En in één keer krijg je via iemand anders, ik ken hem, of begrijp je? Ja. Dus intentie is een energie die dingen al in werking zet. Maar laat hem dan alsjeblieft wel vanuit je ziel komen, omdat dat dan in lijn is met jouw blueprint. Hè. Iedereen heeft een eigen specifieke soul signature, noem ik dat. Ja, ja. En die soul signature van die ziel, daar komen die intenties uit voort. En zolang jij daar trouw aan blijft, dan kan die energie, zodra jij die intentie herkent, voor jouw dingen al in werking zetten. Dus intention is the energy that infuses your actions. Ja, 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 mooi. Ja. Hey, en stap 3? Stap 3. Dus stap 3 is dat onze taak is om de intenties van de ziel te manifesteren. Ja, en te volgen. Ja, te volgen dus. En te volgen, ja. Dus als jij, nou ja, dat zal je wel herkennen. Jij zal zomaar hebben opgericht omdat die intentie uit jouw ziel kwam. Ja. Maar dan moet je ook allerlei praktische zaken doen. En dan heb je het hoofd weer nodig. En het is dan heel erg belangrijk om te zien wat de relatie is van hoofd en hart of hoofd en ziel. In onze maatschappij hebben we het hoofd tot de master gemaakt, of de leider. En ja, die ziel die is verdwenen in feite, in het vocabulaire. Nee, wat we moeten doen is, die ziel moet de master zijn, of het hart moet de master zijn, en het hoofd hebben we nodig als dienaar voor de praktische zaken. Je hebt allerlei management kwaliteiten nodig, en het hoofd is een goede manager, maar wel in dienst van de ziel. Ja, 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 mooi. Dan hebben we stap 4. Ja,
Dus nou, het is onze taak, in dit vocabulaire van het boek, om afgestemd te blijven op die ziel. Want elke ochtend, hè, want dat herken je ook, dat je dus helemaal in de flow zit op maandag. Ja. Je staat dinsdag op en je bent het kwijt. Dus Maya Angelou zei dat heel mooi. Die zei, every day you go to the heart. Every day you ask, teach me, show me. En ik moet 's ochtends ook mijn dingen doen om weer in contact te komen met dat hart. Want ik ben daar 's ochtends ben ik daar ook niet altijd en meestal niet zelfs. Dus elke dag moet je dat werk doen om afgestemd te blijven. Om zuiver te kunnen blijven luisteren naar wat die ziel jou te vertellen heeft. En wat is dat voor jou? Ja, voor mij is het, en dat is een hele goede vraag. Kijk, als je aan mij had gevraagd van ja, 10 jaar geleden of 12 jaar geleden van je gaat een film over de hele wereld uitbrengen, althans in meer dan 80 landen en je boek, dan had ik dat niet geloofd. Het is ook mijn taak niet om daarmee bezig te zijn. Het is mijn taak om op mijn ziel afgestemd te zijn. En Martin Luther King zei het heel erg mooi, hè? You don't have to see the whole staircase, ja. Just take the first step. Ja. Dus ik moet alleen maar weten, ook vandaag was het mijn taak en mijn intentie om hier te zijn. En wat er dan daarna gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat ik hier moet zijn. Dus ik moet die auto pakken en ik moet van Antwerpen naar Arnhem rijden. Ja. En dat is mijn ding. En de rest moet ik loslaten. En zo werkt het dus eigenlijk ook met die ziel. Jij moet jouw deel doen. En dan zal de ziel, die afgestemd is op alles, jou de rest eigenlijk onthullen. Ja. En ben jij 's ochtends even praktisch voor mensen thuis? Hoe stem jij je af op de ziel? Hè? Want je zegt, ik heb het ook vaak gewoon niet als ik 's ochtends wakker word. Mediteer jij? Of wat? Ja, ik doe altijd iets wat met hartcoherentie te maken heeft. Dus hartcoherentie is een staat en het instituut van HartMed heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Heb je de Power of the Heart gezien? Ja, tuurlijk. Begint dus met een experiment van HartMed. Ja. En dat laat zien dat wanneer wij in hartcoherentie zijn, dat we dus dingen kunnen zien voordat ze eigenlijk plaatsvinden. Maar nog beter is dat wanneer we in hartcoherentie zijn, dus een staat waarin we liefde en dankbaarheid ervaren, dan zendt het hart dus signalen naar het brein. En dan gaan linker en rechterbrein meer samenwerken en dan gaan ze ook meer open. Dus hoe liefdevoller we worden, hoe meer hartcoherentie we ervaren, hoe intelligenter we worden. Ja. En dat kunnen we meten. Ja. Dus ik wil toegang hebben tot mijn volle potentieel. En dat kan alleen maar wanneer ik in hartcoherentie ben. En wanneer je hartcoherentie ervaart, dan kan je ziel ook bij je komen. Want de boodschappen van de ziel, en dat zie je in dat HartMed experiment van in de opening van de Power of the Heart. Dus boodschappen van de ziel komen eerst hier binnen. Dan stuurt het hart het naar het brein. En dan stuurt het brein het naar de rest van het lichaam. A lot of people say, I don't feel it in my heart, I feel it in my gut. Ja. Maar het komt hier binnen, dan naar hier. En dan komt het eigenlijk weer bij het hart. En dan naar de rest. En dan vertaalt hij door naar de rest. Dus hoe meer liefde je ervaart en voelt in je hart, hoe meer je afgestemd bent op de intuïtie van je ziel. Ja, heel mooi. En we gaan zo ook nog iets doen natuurlijk. Maar daar moeten mensen nog even op wachten. Dus blijf lekker luisteren of kijken. Nou, de laatste stap. 5 stappen, toch? Of nee, het zijn er 6. Oh ja, 6. Ja, zes. Ja. Dus je moet afgestemd blijven op je ziel. En ik denk dat de 2 laatste stappen zijn, is dat we ook het universum het werk moeten laten doen. Ja. Dus je moet daarop vertrouwen dat er onzichtbare helpers zijn. Ja. Dus ik geloof in engelen. Ik geloof in allerlei dingen die wij niet met de ogen kunnen zien. Maar ik geloof ook dat er heel veel helpers zijn die in een menselijke gedaante verschijnen. Nou, een goed voorbeeld voor Oprah is bijvoorbeeld Maya Angelou. Ja. Maar ook Gary Zukav. Maar ook Gail King, haar vriendin. En voor J.K. Rowling zijn er ook verschillende. En voor Anita Murjani ook. Op het moment dat je afgestemd bent, dan moet jij eigenlijk het universum door je heen laten werken, maar erop vertrouwen dat er dus ook een andere stukken zijn die voor jou de intenties gaan invullen. En daarom is het zo belangrijk om eerst de intentie op orde te krijgen. Als die uit je ziel komt, dan zal je dus zien dat het ook niet alleen jouw persoonlijke intentie is vanuit die ziel, hè? Dus jouw persoonlijke zielsintentie, maar dat het ook de intentie is van een veel grotere ziel. Ja. Want we zijn allemaal afgestemd op een soort van source. Ja. Ja. Dus als mijn ziel afgestemd is op een zuivere intentie, dan kan die afgestemd zijn op de intentie die jij ook hebt, omdat dat een intentie is die leeft in het grotere veld van liefde. Ja, die pak je op in een morfogenetisch veld, noemen mensen het nog wel eens. Hè? Ja. Dus, en dan hoe meer mensen daarop aanhaken, hoe meer je ziet van dit klopt. En dan ga je dus ervaren dat er dus power, purpose, meaning is
achter alles wat je doet. En dan ga je dus synchroniciteit ervaren. Hè? Synchroniciteit is een woord dat bedacht is door Carl Jung. Maar dat zijn die momenten waarop je voelt dat je gedragen wordt. Dat er geen toeval is. Dat je op het juiste pad zit. En dat het je toevalt. Ja, en dat het je toevalt en dat er geen toeval is inderdaad. Ja. Want zie jij dat ook in nummers? Of in, hè, want je hoort wel eens mensen, oh, ik zie 11 uur 11. Of ik zie, of er komen veertjes op mijn pad. Of net dat telefoontje wat ik... Heel de tijd. Constant. Voor mij ook de hele dag door. De hele dag door. Ja. En soms, als het niet gebeurt, dan is het ook goed. Want dan heb je even een break nodig. Moet even rusten. Even weer uitchecken. Ja. Even weer. Maar kijk, Paulo Coelho heeft het heel mooi gezegd. Dat is ook mijn ervaring. Er zijn twee manieren waarop het leven je test. Het eerste is waarop er dus helemaal niets gebeurt. Maar dan is het jouw taak om je af te stemmen op je ziel. Ja. Dat kan heel lang duren. Dat kan soms jaren zijn. Dan moet je het energetische werk doen. En het tweede wat ik heb ervaren, met name bijvoorbeeld toen de Power of the Heart uitkwam in één keer in 80 landen in 2014. Toen kwam er zoveel op me af dat je dat eigenlijk niet aan kan. En dan word je ook getest. Ja. Want dan zeg je, er gebeurde nooit wat. En nu in één keer gebeurt alles tegelijkertijd. Ja, ja. En heb je kans dat misschien een superego op de loer ligt? Of, Ja. Het grote ding wat wij natuurlijk moeten beseffen is dat wij het nooit zelf zijn. Precies. Dus wij moeten in die zin nederig zijn naar de ziel. Ja. En met nederig bedoel ik niet onderdanig, maar nederig naar van, wij zijn onderdeel van iets veel groters. Dus wij, we are being done. Ja, ja. Wij zijn alleen maar instrumenten. Sint Franciscus van Assisi zei, make me a channel of your peace. Wij zijn instrumenten van iets veel groters. Ja. Wij doen het niet zelf. Ja. Alles wat wij doen en creëren, dat is omdat wij het toelaten om het door ons heen te laten stromen. Maar wij zijn het niet zelf, vanuit de persoonlijkheid gezien. Ja, ja. Ja. En dat is ook weer, als je dat, in ieder geval in mijn ervaring zo, is ook weer heel fijn. Want er is ook een bedding of een fundament waar je altijd op terug kan vallen. Dus iets wat er altijd is. Ja, en het is ook heel fijn om te weten dat jij veel groter bent dan dat lichaam. Dat je onderdeel uitmaakt van een heel groot veld van liefde. Ja, ja. Ja, dat is en dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat thuiskomen verdiept zich dus ook steeds meer. Ja. Elke laag denk je, kan dat nog meer? Kan er nog meer doorheen stromen? Dat is. Ja, en we moeten het ook aankunnen. Er is een liedje van Brian May van Queen, Too Much Love Will Kill You. Ik denk dat we echt oprecht bang zijn voor onze eigen grootsheid, voor onze eigen liefde. Ik heb momenten meegemaakt dat ik dacht, oeh, dit is te veel liefde. Ja, ja. En dan lopen we daarvoor weg. We lopen vaak weg voor de liefde. Ja, die grootheid ook te voelen. Ja. Zonder dat het ego daar weer mee aan de haal gaat. Maar eigenlijk is het voor mij ook als inderdaad nederig het woord, maar ook wel heel erg ontvankelijk zijn. Nou, dat is ook iets heel kwetsbaars. Ja, maar het heeft ook heel veel met eigenwaarde te maken. Ja, ja. Kunnen wij het aan om in die liefde te gaan staan? De meeste mensen zijn geconditioneerd om daarvoor weg te lopen. Want wie ben ik? Ja. Snap je? Ja. En zeker Nederland, doe al normaal, dan ben je al gek genoeg. Maar als jij in één keer zoveel liefde voelt, denk je, oeh, dat ben ik niet gewend. Oeh, dat verdien ik niet. Oh, ik ga weg. Nee, oeh. Ja. Ons lichaam moet daaraan wennen, aan die liefde. Ja, 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 prachtig. We hebben even een korte break, in ieder geval in dit gesprek. Ik wil je vragen om een kaartje te trekken. Oké. Nou, je mag er eentje trekken, voelen. Mag ik dat voelen, ja? Jij mag het voelen, je mag het zien. Zal ik hem voorlezen? Als je jezelf vergelijkt met wie je 10 jaar geleden was, wat is er dan veranderd? Nou, 10 jaar geleden was ik hier ook al mee bezig. Alleen het grote verschil is dat ik het nu geïntegreerd heb. Dus ik ben het nu meer gaan leven. En waarschijnlijk zal ik over 10 jaar precies hetzelfde antwoord geven. Ja. Naarmate, want heel veel mensen zijn, lees Eckhart Tolle of Deepak of noem maar op. En dan is het dus nog theorie. Ja. Maar het wordt pas jouw leven wanneer je het gaat leven. En wanneer je gaat toepassen en integreert. En niet één keer in de week, maar elke dag. Ja. En ik denk dat het grote verschil is. Dat wil niet zeggen dat ik er al ben, want ik zal er nooit zijn. Maar ik voel wel een heel groot verschil, significant verschil met 10 jaar geleden. Omdat ik het veel meer geïntegreerd heb. Ja, ja, en dan merk je dus ook, je merkt dat ook weer aan die synchroniciteit, vind ik in ieder geval. Ja. Je merkt, oh, zit ik in de flow? En wat jij ook zei, Paulo Coelho, van moet ik weer, dan heb ik weer even misschien even wat werk zelf te doen. Of even rust nodig om weer thuis te komen, wat dieper thuis te komen. Ik heb ook een aantal
luistervragen natuurlijk, luisteraarsvragen gekregen. Maar voordat ik dat wil doen, je hebt het ook op jouw Insta onder andere ook over remote viewing. Wil je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Zeker bij Zoma heb ik natuurlijk Reiki, onder andere holistisch therapeut. Ik denk dat daarin ook heel erg ook wordt ingetapt op die intuïtie van, nou, waar zit nou eigenlijk de angel van iets? Ik denk dat dit ook een enorme aanvulling zou kunnen zijn. Ja, remote viewing, een heel lang verhaal, maar ik doe het al 20 jaar nu. Ja. En het is begonnen met heel veel dingen, maar remote viewing is begonnen eigenlijk in de tijd van de Koude Oorlog voor de Amerikanen. En we bekijken het even vanuit het westerse perspectief. Ja. Maar in de tijd van de Koude Oorlog kwamen de Amerikanen erachter dat ze heel veel informatie aan de Russen aan het verliezen waren. En ze konden niet plaatsen hoe dat gebeurde. Dus toen hebben ze een commissie ingericht bij het Pentagon en die is gaan onderzoeken. En het onderzoeksrapport zei dat de Russen miljoenen investeerden in de opleiding van psychic spies. Amerikanen dachten, hé, wat is dit? En toen hebben ze 2 laser physicists van Stanford de opdracht gegeven om te kijken of er in de westerse wereld ook mensen waren die psychic skills hadden. Nou, een van de mensen die ze binnengehaald hebben toen op Stanford was Uri Geller. Nou, die ken je waarschijnlijk wel. Ja, tuurlijk. Uri Geller is geen Hans Kazan, Hans Klokshow. Nee, Uri Geller heeft echt gaven. Ja, is echt een mentalist. Interessant, we kunnen nu de diepte ingaan. Misschien is het te veel voor jouw luisteraars, maar ik denk het niet. Maar Uri heeft, ik heb contact met Uri. Uri heeft die kwaliteiten eigenlijk sinds, en dat zijn zijn woorden, sinds hij ontvoerd is door een UFO. En die hebben een soort upgrade aan hem gedaan. En hij werkt eigenlijk sinds kind al voor de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. Een ander man die ze toen ontdekt hebben, die zich eigenlijk zelf heeft aangemeld, was Ingo Swann. Ingo Swann was een kunstenaar uit New York. En nou ja, die zei, stop maar wat in een doos of zet iets in de kamer hiernaast. Of geef me een coördinaat van ergens op de wereld. En hij kon zien wat het was. Dus een hele goede film. En iedereen, ja, iets met goat of zo. Nee, Superhuman. Nee. Oh, er was ook iets met een goat. Ja, nee, Man Who Stared at Goats. Ja. Dat is met George Clooney, Eckhart Tolle en Ewan McGregor en Kevin Spacey en Jeff Bridges. Dat is een Hollywoodfilm. En het gaat over een boek wat een journalist heeft geschreven naar aanleiding van allerlei interviews die hij gedaan heeft met remote viewers die op een gegeven moment gepensioneerd waren van CIA en Amerikaanse leger. Daar hebben ze een Hollywood comedy van gemaakt, maar het is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten. En dat boek heet ook Man Who Stared at Goats. Mm-hmm. Maar het is een hele goede film nu. En ik zeg altijd, als je wil weten of je wil leren remote viewen bij mij, dan moet je die kijken. En die heet Superhuman. Superhuman. Die staat op Amazon Prime, maar die kan je ook op YouTube gewoon vinden momenteel. Oh, en daarin laten ze dus zien wat je allemaal kan doen met remote viewing. Maar je kan in feite dus met je bewustzijn naar een plek toe waar geen plaats, tijd en ruimte is. Ja. En vanuit ons perspectief kan je dus in de toekomst kijken. Want wij denken, toekomst, volgend jaar, morgen. Ja. Maar in remote viewing maak je dus contact met dat veld waar die tijd niet bestaat. Dus kunnen wij in de toekomst kijken. Ja. En wat ik doe, en dat zorgt ervoor dat wij heel succesvol zijn, is, ik werk altijd in groepen. Dus als ik 10 remote viewers heb, en ik wil ook minimaal altijd 10 hebben, en 10 mensen zien in de toekomst hetzelfde, dan weet ik, die kans dat het gaat gebeuren is heel groot. Nou, stel dat ik er 8 heb, heb ik nog steeds een meerderheidsrapport. Ja. Maar wat je moet begrijpen is dat wij 100% met intuïtie werken. Dus wanneer je remote viewt, ben je helemaal blind about the target. Dus je weet niet wat je kijkt. Waarom weten we niet wat remote view? Bijvoorbeeld, ik weet niet wat hierop staat, maar maar het veld wel. Hè? Ja. Dus dan zou hier een code op staan en dan tune ik in en dan krijg ik dus informatie. Ik volg een protocol en dan schrijf ik het op. En waarom is dat zo belangrijk? Dat ik niet weet wat het is, want anders gaat mijn hoofd zich daarmee bemoeien. Ja. Dus echt goede intuïtievelingen hebben helemaal geen informatie nodig, want ze tappen energetisch in. Nou, jij bent met Reiki bezig onder andere. Ik heb gemerkt dat mensen die Reiki doen heel veel talent hebben voor remote viewing, omdat het met Reiki ben je aan het helen, zeg maar. En een remote viewer doet eigenlijk ook deze beweging. Ja. Maar die is aan het intunen op een frequentie. Ja. Dus als jij dit moet doen en dit moet doen, dat is voor jou niet. Het is second nature. Ja. En remote viewers doen dat dus ook. Dus je zou kunnen zeggen dat remote viewing een vorm van Reiki is. Alleen wij proberen informatie uit het veld te halen. Ja. En jij probeert te healen in Reiki. Ja. Ja, en vorige levens, remote viewing gaat ook uit van, hè, als ik het zo goed begrijp, dat het eigenlijk alles tegelijkertijd is. Dus vorige levens bestaan in die zin? Nee, reïncarnatie. Ik ben net bij Maarten Overzeer geweest in Drenthe.
En toen heb ik ook die vraag gesteld. Hè. Dus in mijn boek Leer manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling praten we over Anita Murjani. Ja. Zij heeft die klassieke doodervaring of bijna doodervaring. En zij komt, ze ziet zichzelf hangen boven haar lichaam in het ziekenhuis. En ze heeft in één keer een vergroot bewustzijn waarin ze ziet dat tijd niet bestaat. Klopt. Dat alles liefde is en ze kan met haar bewustzijn overal naartoe op hetzelfde moment. Dat is precies het veld waar wij contact maken. Dus zij zegt ook, er bestaat niet zoiets als vorige levens. Nee. Alles vindt nu plaats. Alles is nu. Alles is nu. Dat neemt niet weg dat reïncarnatie niet bestaat. Maar vanuit dat veld bestaat er geen tijd. Ja. En dat verklaart ook waarom wij dingen intuïtief weten. Omdat wij contact kunnen maken met een veld waar tijd niet bestaat. Ja. Tijd is in feite een illusie. Ja. Ja, supermooi. Echt heel interessant. Ook om in het boek hoe jij dan haar verhaal vertelt. Dat ze dus de broer in de trein zag aankomen naar haar ziekenhuis toe. Dat ze alles ook tegelijkertijd zich zag afspelen en details kon noemen. Ja. Wat je eigenlijk bij iedereen bij bijna doodservaringen wel terughoort. Ja. Details kunt noemen die er niet zijn. Dus ja. Ik vond het zo mooi om dat ook weer dat aan te geven daarin. Ja, echt heel... En ook die enorme liefde. Ja. Want dat is onze energie. Ja. Onze core energy is liefde en daar moeten we ons op afstemmen. Alle problemen ontstaan doordat we daar te veel van afgeweken zijn. Ja, absoluut. Ik was 6, ik had een bijna doodervaring. En toen was het ook, het was een hele onveilige situatie, maar tegelijkertijd was er die liefde. En dat was het. Weet je, dat is dan het enige wat vertrouwenswaardig is. En zoals bij die auto-ongelukken of diep in een scheiding, kwam datzelfde terug. Dus ook als alles wegvalt, is dat er nog steeds altijd. Ja. Omdat het je werkelijke identiteit is. Het kan niet verdwijnen. Precies. En dat verdiept dus ook. Want je kan er ook wel weer even een keuze maken om er van weg te gaan. Omdat het zoveel is wat je zegt. En dat je bijna niet beseft van, wow, wat gebeurt hier? En een soort van verruimd bewustzijn. En daarna weer misschien weer iets beperkt. Of weer in slaap vallen. En weer mee met de stroom. Maar het is zo mooi ook. Steeds die verdieping in het wakker zijn. En dat bewustzijn wat zich nog meer uitbreidt. Ja. Heel mooi, ja. Ik heb een aantal vragen. Even kijken. Een vraag. Niet iedereen heeft een openbaring van zijn ziel, zoals jij dat hebt ervaren. Hoe kan ik toch weten wat mijn ziel wil? Nou, ik zeg altijd van je moet kijken naar wat je tot leven brengt. Hè? Mark Nieper zegt follow your aliveness. Toen ik al die mensen voor de Power of the Heart mocht interviewen, toen zei Maya Angelou van ja, ik kom in contact met mijn hart en ziel wanneer ik aan het bidden ben, wanneer ik zing. En Jane Goodall zei wanneer ik met de apen bezig ben of met gorilla's of in de natuur ben. En Paulo Coelho zei ik heb contact met mijn ziel wanneer ik schrijf. En Isabel Allende zei het ook en Eckhart Tolle zei ik heb contact met mijn ziel in het nu. En Deepak zei wanneer ik mediteer. Het gaat erover dat jij voor jezelf uitzoekt hoe je contact moet maken met die energie die voelt alsof je thuis komt. En voelt als liefde en voelt als flow. Maar er zijn 100 manieren om dat te doen. Maar jij moet het wel... Kijk, als jij niet de tijd neemt om jezelf te leren kennen en om te kijken wat jouw flow doet ervaren, ja, dan ben je je leven wel op de verkeerde manier aan het invullen. Ja. Nou, mooi voor degene die... En wat is het voor jou? Wanneer voel jij flow? Voor mij? Ja, want flow is eigenlijk die taal van die. Ja, ja. Nou ja, ik hoop voor de mensen thuis, diegene die vraag heeft gesteld, nou laten we sowieso natuurlijk de oefening meedoen. Dus nee, voor mij zit het in heel veel dingen. Ik heb het bij mediteren, bij Reiki, maar ook nu in dit moment in de natuur. Ik denk dat het gewoon overal aanwezig is. Ja. Dus misschien zou het dan wel vergelijkbaar zijn in het nu. Eerder hing het samen met een techniek. Als ik Reiki doe of als ik mediteer. Ja. Maar dat is het niet. Want dan gaat je mind een concept maken van iets die houdt het vast. Want als ik dat doe, dan... Maar het is niet doen, want het is er altijd al. Thuis in je zijn ben ik altijd. Dus voor mij zit het echt in alles. Ik kan me wel voorstellen dat het Reiki is. Want Reiki haalt je wel uit je hoofd, omdat je dan meer gaat voelen. Ja, ja, het is voor mij de start geweest. In ieder geval... Ja, dus ik had die bijna doodervaring toen ik 6 was. Maar goed, dat was er al. Ik was anders, ik zag meer dingen. Maar ik denk Reiki, ik was begonnen toen ik 16 was. Dat was wel heel erg, ik hoef maar mijn handen op te leggen. En het is er. Maar ook bewust worden van die energie, wat overal om ons heen is. Het maakt het wel wat, niet tastbaarder, maar het is er of zo. Ja. Ja. En voor jou de flow? Dus jij mediteert natuurlijk, maar zit dat ook in alles? De hardcoherentie, natuur, heel erg...
Ja, ik merk toch meditatie en dan met name hardcoherentie meditaties. Ik hou ook wel gewoon, wanneer ik aan het sporten ben, merk je dat, want dan ga je ook uit je hoofd. Ja. Wanneer ik aan het remote viewen ben, wanneer ik muziek maak, ik speel piano. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk ook wel weer die creativiteit, waar, maar ook gewoon soms onder de douche of zo, dat je dat ineens... dat in zich komt. Telkens als je eigenlijk uit je hoofd bent, kan die energie door je heen werken. Dan is het er. Ja, ja, mooi. Hier ook een mooie vraag van een luisteraar. Als je doodgaat, ga je naar het licht, zeggen sommige mensen. Sommige mensen noemen dit God. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus waar ga je heen als je doodgaat? In ieder geval, ik denk dat dat Ik denk dat je niet naar het licht gaat. Ik denk dat je het licht bent. En als je doodgaat, ervaar je dat weer beter. Ja. Thuiskomen. Hey, ik weet dat Jozef Ruloff had wel boeken, ik weet niet of je dat nog kent, wel heel lang geleden hoor. Maar je had het over een blik in het hiernamaals. Anita had dat ook wel, hè? Dat ze echt daar kon kijken en alle zielen die op haar stonden te wachten. Ja. En ze kon in de toekomst kijken. Ja, ze kon in de toekomst kijken. Maar ook... Dat had ze ook wel nodig, want ze wilde niet terug. Ja, want precies. Haar lichaam zat vol met kanker. Ja. Maar doordat ze in de toekomst kon kijken, zag ze dat ze binnen 5 weken genezen zou zijn. Precies. En daarom ging ze terug, anders had ze het nooit gedaan. Nee, maar dat dus ook. Ja. Dus, maar ook dus het zien, dus los van dat ze in de toekomst kon kijken, ook de keuze kon maken om terug te gaan, begreep ik, hè? Zo uit het boek. Dat ze dus kon kiezen, blijf ik gewoon aan die kant of kies ik ervoor om toch terug te gaan. En toen ze in de toekomst keek, besloot ze dus om terug te gaan. Dus ook die vrije wil daarin. Ja, die vrije wil had ze, alleen haar vader kwam naar haar toe, hè, toen ze dus in het licht was. En die zei van, maar het is jouw tijd nog niet. Ja, jij hebt dit, alles wat je meegemaakt hebt, ook alle negatieve dingen zijn een geschenk. Om je weer bij jezelf te brengen. Maar jij moet terug, want dat is jouw zielsmissie. Ja. Maar natuurlijk wilden ze niet, want je hebt kanker en dan sta je in het licht. Dan denk je, ik blijf liever hier in deze zee van liefde. Ja. Ja, en ik vraag me af, weet je, of in ieder geval iemand die dan zo'n vraag stelt, van zou dat niet bij iedereen zo zijn dat je een keuze hebt om weer terug te gaan of je zielsmissie... Of dat je zegt, het is goed, ik blijf lekker hier. Nou, ik denk dat het zo werkt. Hè. We hebben allemaal beschermengelen. En ik geloof, dat zal je ook wel geloven, is dat... Ik heb een engel gezien, dus ik weet dat ze bestaan. Ja, ja. Maar als het nog niet jouw tijd is, dan grijpen ze in en moeten ze ingrijpen. Ja. Dus ik denk dat iedereen een soort van tijd heeft hier. En als het nog niet jouw tijd is, dan ga je gewoon nog niet. Ja. Of dan word je in ieder geval... aangemoedigd om nog even langer te blijven, zoals Anita, of terug te gaan in haar geval. Ja, had ik tijdens een auto-ongeluk ook, toen zag ik ook... Toen zei het van, jij moet nog... Je hebt dan wat te doen. Ja. En je bent er nog steeds. En toen zei ik, maar alsjeblieft niet in een rolstoel, en gewoon midden in die tollende auto. Ja. Dat ik weet nog zo goed dat ik dat voelde, maar alsjeblieft ook niet in een rolstoel, en dat ik het ook gewoon kan doen dan. Wow. Ik voel het nog binnenkomen, maar het was zo bijzonder, ook dat ik voelde dat ze me die auto uitdroegen. Het was op de snelweg een heel heftig auto-ongeluk. En was je toen 6? Nee, ik was net was. Nee, dit is weer een andere ervaring. Best wel wat meegemaakt. Nee, ik was. Dat is nu. Ik denk 14 jaar geleden. Was echt vlak voordat zomaar opleidingen geboren was. Ik stond echt op een keuze. Ga ik door in het bedrijfsleven met harde sales en alles? Of ga ik mijn hart volgen? En ik had al wel studies gedaan. En heb ik het lef om daadwerkelijk de keuze te maken vanuit mijn hart, maar niet ik. Maar om naar die ziel te luisteren. Wat ik hier te doen heb, is echt mensen helpen. En dat is zo, dat zit daar zo in. Dat, daarna luisteren. Lef te hebben om dat te doen. En niet voor de veilige route te gaan. En nu ben je heel erg blij dat je dat... Je ziet dat dingen zich in één keer ontvouwen. Ja. Natuurlijk moet je ook werken, maar er zit ook wel een grotere kracht achter. Waardoor het toch vanuit flow ervaren wordt. En soms ervaar je het zelfs als moeiteloosheid. Oh, heel vaak. Ja. Heel vaak. Ja, dat is echt... Even kijken, hier heb ik er nog één. Dat is trouwens een van de belangrijkste boodschappen van mijn boek. Is dat als je werkelijk afstemt op de energie van je ziel, dan zal alles wat werkelijk bij je hoort, moeiteloos naar je toe komen. Ja. En dat is volgens mij manifestatie. Ja, absoluut. Weet je, want manifestatiepool is best wel groot inmiddels geworden. Hè? Heel veel experts, iedereen die... maar inderdaad, die moeiteloosheid is... Ja, dan is dat is zo'n laag dieper dan nog even vanuit het ego. Of, Maar je bent alles al. Precies, op een gegeven moment kom je erachter dat alles wat je al
eigenlijk wilt op het diepste niveau, dat je dat al bent. Ja. Je bent al God in de zin van dat je onvoorwaardelijke liefde bent. Infinite intelligence, dus oneindige intelligentie. Dus wat zou je in godsnaam nog willen? Ja. Je komt hier in dit lichaam om eigenlijk te ervaren wie je niet bent, zodat je nog een diepere ervaring krijgt en een dieper inzicht in wie je werkelijk bent. Ja, en wie, ja, precies, mooi. Nog één vraag en dan gaan we door lekker een oefening. Ja. Soms hebben we het over zielsverwanten. Geloof jij daar ook in en kunnen die jou ook helpen? Ja, zielsverwanten is natuurlijk een heel breed begrip, maar ik geloof wel dat er mensen zijn die je kent uit vorige levens, die je nu tegenkomt in het leven. En dan heb je dus een spontane zielsherkenning. Dan voel je dat die persoon, die ontmoet je net met, lijkt of die persoon al heel lang kent. Dat kan zo zijn in vriendschap, dat kan zo zijn in de liefde. Dus ik geloof daar zeker in. En je hebt je tweelingzielen en spiritual partners. En ja, je kan het allerlei labels geven, maar het gaat erom dat iemand is die herkent uit een vorig leven. Als je die persoon opnieuw tegenkomt in dit leven, dan is het vaak dat je daar toch nog iets mee hebt uit te werken. Of dat je toch niet met elkaar tot het volle potentieel gekomen bent. Mm-hmm. Maar daar heb je, zeg maar, op zielsniveau altijd iets mee te doen. Ja. 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 We gaan lekker zo door naar een oefening. Okay, wat mogen we gaan doen? Ja, ik wil eigenlijk graag toch mensen mee in hartcoherentie brengen. Dus we kunnen misschien recht gaan zitten. Ja. Even hoeveel tijd hebben we voor de oefening? 10 minuten, kwartier. Hoe lang je nodig hebt, maakt niet uit. Maar wat je wil. Minuten nodig heb. Maar ik wil iedereen even uitnodigen om de ogen dicht te doen. Ja, als je de auto aan het rijden bent, dan... Dan zou ik dat niet doen. Zet hem even aan. Tenzij dat je... Superhuman gezien hebt, ja. En de cursus volgt. Want er zijn mensen, we kunnen lezen en autorijden met de ogen dicht, maar dat gaan we nu niet. Nee, laten we dat niet aanmoedigen nu. En we gaan ons hand op het hart leggen. En we gaan proberen contact te maken met onze hartslag. Als het goed is, voel je je hart en word je bewust van je hart. En ik wil je uitnodigen om aan iets te denken wat heel veel liefde in jouw hart creëert. Dus dat kan je kind zijn, dat kan je huisdier zijn, dat kan je geliefde zijn, dat kan natuur zijn, maar iets wat jouw liefde in je hart doet voelen. En denk daaraan. Denk aan dat huisdier, of denk aan die persoon, of denk aan die plek. Dus nou ga je even naar de zee of naar het bos. En adem diep in en adem in je hart. Hou het even vast en dan adem je uit door je hart. En je blijft op die plek of je blijft bij die persoon die jouw hart opent. En dan ademen we weer in door ons hart. En we houden het vast en dan ademen we weer uit door ons hart. En we blijven die liefde voelen en dan ademen we weer liefde in ons hart. We houden het even vast en dan ademen we weer liefde uit. En we gaan het nog een keer doen, we ademen liefde in ons hart. We houden het vast en we ademen weer liefde uit. En we ademen nog een keer liefde in ons hart. En we ademen weer liefde uit. En we ademen weer liefde in door ons hart. En we ademen weer liefde uit. We gaan eens even ook tegen ons hart praten. In gedachten. En zeggen van, ik dank je wel voor alles wat je doet. Dank je wel dat je klopt. Ik hou van jou. En zeg het maar tegen je hart. Ik hou van jou. Dank je wel voor alles wat je voor me doet.
Dank je wel dat je al het bloed door mijn lichaam pompt. Dank je wel dat je alles aanstuurt. Ik ben blij dat je er bent. Jij bent de zetel naar mijn ziel. Jij bent de plek waar ik connectie maak met mijn ziel. En je voelt die dankbaarheid voor je hart. En je stuurt liefde naar je hart. En je zegt, ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. En je voelt dat je hart groter wordt. Je voelt dat je hart begint te tintelen. En je begint steeds meer liefde te voelen. In je hart en in de rest van het lichaam. Want het straalt uit naar de rest van je lichaam. En we ademen weer even liefde in. En we ademen liefde uit. En we ademen weer liefde in. En we ademen weer liefde uit. En we ademen weer liefde in. We houden het even vast. En we ademen uit. We praten weer met ons hart en we zeggen, dank je wel dat je er bent. Ik voel je. Ik voel je beter en beter elke dag. Dank je wel voor de wijsheid. En ik ga meer naar je luisteren vanaf nu. En je gaat een vraag stellen aan je hart. Je gaat de vraag stellen, wat wil het leven van mij? En daar hoef je nu niet meteen een antwoord op te krijgen. Maar die vraag die heb je nu gesteld. En telkens wanneer je contact maakt de komende dagen met je hart, dan ga je die vraag even stellen, wat wil het leven van mij? Niet wat wil ik, maar wat wil het leven van mij? Wat wil het grotere van mij? Wat wil de ziel van mij? En als je telkens weer even teruggaat naar die vraag, dan zal je daar op een gegeven moment antwoord op krijgen. Maar het is wel belangrijk dat je trouw bent aan die vraag en dat je telkens weer naar terug gaat naar die vraag. Dat je daar naar terug gaat, elke dag eventjes alleen zijn met je hart en die vraag stellen tot je het antwoord hebt. En als het antwoord er is, zal je het voelen, want het zal voelen als liefde. Het zal voelen als thuiskomen. Het zal voelen als geen enkele twijfel meer hebben. Het zal voelen als, ja, dit is het, dit is zo duidelijk. Het zal voelen alsof alles klopt. En het zal je zoveel energie geven dat je geen twijfel hebt. Het zal voelen alsof je 100% bent thuisgekomen. Wanneer je dat ervaart, dan heb je het antwoord gekregen op die vraag. En we ademen nog 3 keer in ons hart. We houden het vast en we ademen weer uit ons hart. En we ademen nog in weer, 2e keer, in ons hart. We houden die liefde even vast in ons hart. En we ademen die liefde weer uit. En dan een laatste keer ademen we weer in. Liefde in ons hart. We houden het vast. En we ademen de liefde weer uit. En we zeggen dankjewel lief hart, ik hou van je. En we doen onze ogen weer open. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Je straalt helemaal. Ja, dat is een handig gutsen ook van de energie. Ik merk als van nature of soort van beweging ook ging maken, zo in en uit. Maar ook dat uit, dat je voelt van, oh ja, dat verspreidt. Want dat werkt ook gewoon door je heen. En ja, voor alles en iedereen waar dat weer, nou ja, gegeven mag worden, dat verspreidt zich weer. Ja, heel fijn. En super dankbaar ook, precies wat je zegt. Maar ook heel erg dankbaarheid naar jou. En dat dit zo door jou weer heen mag werken. En dat je mijn hart raakt en alle harten van iedereen weer. Wat uiteindelijk natuurlijk één universeel hart is. Maar ja, het is echt super fijn. Ik heb bloedheet. Het is hier ook bloedheet, maar het is ook echt super fijn. Ja, ik vind het mooi om aan je ogen te zien dat ze helemaal stralen. Ja. Dat is dus hartcoherentie, ja, wat ik nu voel. Ja. Dat is heel fijn. Ja, dit is, oh, het is alsof je, zo voelt het ook hoor, als meditatie of wat dan ook zit, alsof je dan zo'n gevoel van verliefdheid gewoon constant, ja, hebt. Ja. Weet je, dat is het,
Verliefd op het leven. Verliefd op het leven, ja. Verliefd op de liefde, verliefd op het leven. Precies. Ja. Wat is voor jou nog iets wat je ziet hebt, oh, dat hebben we nog niet besproken, dat wil ik eigenlijk nog heel graag delen? Ik wil eigenlijk delen dat het altijd goed is. Dus ook alle negatieve dingen die er in je leven gebeuren, zijn eigenlijk een geschenk om jou weer bij jezelf te brengen. En er zijn heel veel mensen nu die het moeilijk hebben. Ja. Er zijn heel veel mensen die het ook financieel moeilijk hebben. En het antwoord is toch altijd naar binnen gaan. Hè? Dus Eckhart Tolle zei het heel mooi. If you get the inside right, then the outside will fall into place. Hmm. En de boodschap van mijn boek is, wanneer je echt contact maakt met die energie van de ziel, dan zal alles moeiteloos naar je toe komen. Daarmee zeg ik niet dat je geen uitdaging meer zal ervaren, maar ik zeg daarmee dat je contact maakt met je hogere intelligentie, met oneindige intelligentie, met onvoorwaardelijke liefde, waardoor die uitdagingen niet meer zo groot zijn. Ja, ja. En daarom zijn we hier om telkens weer daar contact mee te maken. En ik wil eigenlijk zeggen, het maakt niet uit in wat voor omstandigheden je nu zit. En dat heb ik ook proberen te laten zien met mijn boek. Hè. Oprah had een hele slechte startpositie. Ja. Ze was geboren in Mississippi, most racist state at the time. Haar moeder was een dienstmeid, haar grootmoeder ook. En haar grootmoeder was wassen aan het ophangen. En ze zei tegen haar, terwijl Oprah dus kind was, van, I hope you find yourself some nice white folks to work for. Dus haar programmering was dat ze ook dienstmeid zou worden. Ja, ja. Dus hoe kan het dan zijn dat zij die enorme quantum leap gemaakt heeft naar de Oprah Winfrey die ze nu is. Ja. Een van de meest invloedrijke vrouwen in deze wereld. Nou, ik zal het je vertellen. Wat er gebeurd is, zij voelde al op hele jonge leeftijd dat ze niet veel had om voor te leven. En ze was lid van de Baptist Church, dus ze was wel gelovig. En ze zei tot God, en dit zijn haar eigen woorden, hè, van ja, ik ben lelijk, ik ben arm, I am as poor as you can be without having a roof over your head. Ik heb niet veel voor te leven, but ja. I'm here. Use me, dus gebruik me. Ja. Dus ze zei van laat die grote energie maar bepalen wat ik met mijn leven moet doen. En dat is volgens mij de allerbelangrijkste verklaring waardoor ze vanuit die slechte startpositie dat enorme mooie leven heeft weten te manifesteren. Ja. En dat zie je bij J.K. Rowling ook en bij Anita Morjani helemaal. Want ja. Die was op sterven na dood. Of die was eigenlijk dood. Dat zag ik al opgegeven. En door weer contact te maken met die energie, heelt ze alleen niet de normale, reguliere geneeskunde op wonderbaarlijke wijze. Nee, door contact te maken met die energie gaat in één keer alles in haar leven op synchronistische wijze stromen. Ja. En dus mijn boodschap is, met dat boek, maakt niet uit hoe slecht je positie is. Als je contact maakt met die energie, zal die energie jou ondersteunen, jou gidsen, jou leiden. En kom je daaruit. Ja, en het is ook magisch. Het is niet te bedenken met het hoofd. Nee. Weet je, wat jij hebt gedaan en ik met Soma en natuurlijk ook maar met de boeken die door me heen zijn gemanifesteerd. Het manifesteert zich. Het is niet te bedenken. Nee. Het is nee, nooit. Nee, want het is voor het hoofd. Het hoofd kan dat niet processen. Ja, het is te veel. Het is altijd magisch. Waarom? Omdat het vanuit een non-lineair bewustzijn werken is. Ja. En wij zijn altijd lineair bezig vanuit onze conditionering. Maar als je contact maakt met dat veld van oneindige intelligentie, met die ziel, dan ben je non-lineair bezig. Dus je kan zelfs, omdat tijd niet bestaat, jouw verleden nog veranderen. Ja. Dan gaan we wel heel ver, maar daardoor voelt het als magie. Daarom is liefde zo magisch. Het is magie, omdat het als magie voelt. Ja. En dat is nou net de jus van het leven. Dat is de flow van het leven. En daarvoor zijn we hier om dat te ervaren. Dus ons leven mag, en je mag jezelf de toestemming geven, mag elke dag magisch zijn. Ja, en het is ook magisch. En het is vol wonderen. Ja. Ja. Alleen het zijn wonderen vanuit het perspectief van de persoonlijkheid. Maar vanuit dat veld waar alleen maar liefde is, heb je constant miracles. Ja, het is elke moment. Ja. Nou ja, en natuurlijk een miracle, een wonder dat jij al die mensen hebt mogen interviewen. Wat is je het meeste bijgebleven? Welke quote, wat is iets wat je denkt? Nou, wat mij heel erg is bijgebleven is toch Maya Angelou. Ik weet niet of je weet wie dat is. Ja, uiteraard. Maar voor de mensen die dat niet weten, Maya Angelou
was een human rights activist, maar ook een dichteres des vaderland voor Amerika, de American Poet Laureate. Heel moeilijk leven gehad, heeft ook nog als prostituee gewerkt, is ze altijd heel open over geweest. Daar heeft ze ook nooit, want heel veel mensen hebben dat proberen weg te coveren. Nee, zij heeft dat altijd openlijk besproken. Ze zei, nou, dat is ook een fase en ik schaam me daar niet voor. Nee. Dat maakt haar voor mij nog groter. Ze zei, ik had een kind op te voeden. Maar dat is iemand die ook de diepe dalen gekend heeft, maar ook de grote successen. Hè. Ze heeft de Presidential Medal of Freedom gekregen van Obama. Dat is dus de hoogste civiele onderscheiding die je in Amerika kan hebben. Dus ja, ze weet zowel... Ja. En ze heeft mogen spreken op de inauguratie van Clinton. Daar is ze ook nog wereldwijd bekender door geworden. Maar dus het is een vrouw die de diepe dalen kent, maar ook de grote successen. En ik heb haar mogen interviewen eigenlijk best wel kort voordat ze overleed. Ja. Dat is gebeurd ook op wonderbaarlijke wijze door inbreng van Gary. Hè, want ik had al heel veel mailtjes gestuurd naar haar secretariaat en die reageerde niet. En op een gegeven moment heb ik gevraagd aan Gary, ja, kan je het niet aan Oprah vragen, want anders... Ja. Gaat het misschien nooit meer gebeuren. Dus Gary heeft Oprah geskyped op dat moment. En Oprah heeft toen contact opgenomen met Maya. En wij zaten daar binnen een week in North Carolina, in Winston-Salem. Maar wat zo indrukwekkend was, en op dat moment was ze echt tegen het einde van haar leven aan. Ze kwam binnen, hooked to een oxygen tank en een walker. En hoe heet zo'n ding? Ja, zo'n rollator. Rollator, ja. Maar tegelijkertijd, en er was zo'n mannetje wat achter liep met zo'n oxygen tank. En zij kwam daar in met binnen met zo'n rollator en ze had een zonnebril op, want ze had een stroke gehad. Dus één oog, ja, daar kon ze niet meer door kijken. Maar nog steeds, ook al was ze aan het einde van haar leven, kwam daar dus een big soul binnen. Ja. En ze vulde dus de hele kamer met haar energie. En toen wist ik het wel van, wow, ja, nou snap ik waarom zij zo groot geworden is. Hier komt dus wel even een hele grote brok licht binnen. Ja. Zij was gewoon licht. En ja, het was heel bijzonder, alles wat ze zei, maar zij vulde de kamer met haar energie. Een andere persoon bij wie ik dat ook heb mogen ervaren, die ik heb mogen zien op een Hay House conventie in Pasadena in Californië, was Wayne Dyer. Ja, ja. Ja, die kwam binnen en er waren, nou, ik was een van de weinige mannen die daar was, maar er stonden vrouwen van 16 tot en met 82. En het was net of de Beatles binnenkwamen. Dat was helemaal één big soul. Dus ik weet niet of je, Lou Niestad zou je ook wel kennen. Ja. Ik heb haar geïnterviewd over human design. En ze zei, er is inderdaad zoiets als big souls. En ja, ik denk dat Maya Angelou echt samen met Wayne Dyer, dat waren twee biggest souls die ik ontmoet heb. Ja. En dat is dus, dat het maakt dan dus eigenlijk niet meer uit wat ze zeggen of wat ze doen. Die energie. Dat het is er. Ja. En dat is ook wat Anita Morjani zegt. Als je je leven wil veranderen, moet je energie veranderen. Dus energie, en dat weet jij natuurlijk als geen ander. Ja. Daar gaat het om. Absoluut. Ja. Absoluut. We gaan al langzaam richting een afronding toe. Is er nog een tip die jij wil meegeven aan de luisteraar? Nou, er zitten al heel veel tips in deze prachtige podcast. Ik wil eigenlijk zeggen, en ik weet dat het een plug is voor mijn eigen boek, maar ik heb toch gemerkt dat zeker in deze tijd, waarin het toch gaat over die slechte startpositie van die drie vrouwen, ik kan het enorm helpen om dat boek te lezen. Het is heel raar, want ik heb het 5-6 jaar geleden geschreven en het moest nu uitkomen. Ja. En het doet het heel erg goed. Het komt later in het jaar ook in de rest van de wereld uit. Maar ik merk dat dit het juiste boek op de juiste tijd is. En ik heb het eigenlijk niet geschreven en daarmee bedoel ik. Toen ik het idee kreeg, voelde ik zoveel energie. Het stroomde zo door me heen. En ik breng het pas 5 jaar later uit. Maar dit is nu de tijd. Dit is een hele uitdagende tijd. Maar dit is ook de tijd waarin we het meeste kunnen groeien. En het meeste in onze kracht kunnen komen te staan. Dus waarom heb ik het over mijn eigen boek? Omdat die vrouwen vanuit die slechte startpositie laten zien dat het niet zo uitmaakt wat er nu allemaal gebeurt. Ja. Het gaat erom dat je in je eigen kracht komt te staan. En vaak zijn die omstandigheden die zo moeilijk zijn aan de buitenkant, juist jouw katalysator om in je kracht te komen te staan. Om naar binnen te gaan. En het maakt niet uit of je kanker hebt, Anita Morjani, of je helemaal arm bent zoals Oprah, of dat je in een zware depressie zit zoals J.K. Rowling. Nee, zij hebben op een gegeven moment gekozen van, weet je wat, niets wat ik geleerd heb werkt meer vanuit het oude systeem, het lineaire, logische, rationele. Ik ga maar iets groters de controle over dat stuur geven. Ik ga me overgeven aan die grotere energie. En dat is mijn boodschap nu aan iedereen.
surrender to that energy, maak contact met die energie. En dan ga je in die moeilijke omstandigheden ga je reizen als een phoenix. Mooi. Ontzettend mooi. Ik ben enorm geïnspireerd, heel erg geraakt ook door je oefening. Sowieso, dit voelt zo bekend en vertrouwd. Dank je wel vanuit mijn hart. Ja. Nou, ik vond het een eer en een genoeg om hier te zijn. En ik ben ook blij dat ik je eindelijk ontmoet heb. Ja. Dus het was heel fijn dat ik hier mocht zijn. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!